Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 5 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is 17 graden, het zonnetje schijnt een beetje. Het heeft gisteravond echt keihard geregend. Ik had heel erg last van de hooikoorts. Ik ben gisteren voor mijn doen heel veel buiten geweest en dat ben ik normaal niet gewend. En ondanks dat ik de bril dan draag, komen toch die pollen erdoorheen. Dus ik had heel erg last van mijn ogen. Ik was zo aan het niezen, ik dacht, jakkie, bah, heel vervelend dit. Maar goed, ik heb het raam even opengezet, het begon keihard te regenen en ik had echt zoiets, yes, die pollen die kunnen een beetje weer wegspoelen. Dus ik heb nu ook net eventjes wat oogdruppels ingedaan, dus dat is allemaal prima. Vandaag gaat het weer goed, gelukkig. Gistermiddag voelde ik me echt een beetje doelloos. Ik kwam natuurlijk thuis. Het was nog vrij vroeg in de middag. Ik ben normaal gewend van alles nog aan te pakken. En ik zat heel erg in de dubio. Ga ik dus video opnemen? Nou ja, toen ervoor gekozen om dat niet te doen. Ik dacht, nee, weet je. Je gaat morgen gewoon vandaag dus lekker schoonmaken. Dan ga je daarna op je gemakje de video opnemen. En dan is het ook prima. Maar ik voelde een beetje doelloos. Toen ben ik eventjes op een gegeven moment ben ik even lekker op de bank gaan liggen. Het tijgertje die kwam lekker tegen mijn buik aan liggen, wat heel fijn voelde, omdat hij heel erg veel pijn deed. Ben ik nog eventjes lekker in slaap gevallen. En ik merkte wel dat alles wat meer energie kostte. Het koken kostte wat meer energie. En zelfs het inruimen van de vaatwasser kostte me wat meer energie, terwijl ik er normaal gewoon helemaal prima in zit. Ik merk nu ook gewoon, omdat het huis nu een beetje vol met dozen staat, ik kan daar niet zo goed tegen. Ik weet het, het is maar een paar dagen. Zaterdag gaan we de kast weer in elkaar zetten en kan ik hem zondag gewoon weer inruimen. Maar mijn hoofd vindt dat gewoon even te veel, dat ik denk, mijn huis is niet op orde en daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. Maar dat is gewoon een probleem van mezelf. Nou, ik heb gisteravond weer gekeken, nou, ik weet er alles van. Ik wist wel iets meer, maar nog niet superveel. Was wel weer leuk. Daarna heb ik Zeeman Confronteerd gekeken. Was ook wel weer heel heftig. Deze keer was de stalker was iemand met een beperking. Dus ze konden deze persoon ook eigenlijk niet confronteren. Dat hebben ze gedaan met de begeleiders van deze persoon. Die hebben ze erop aangesproken omdat die begeleid woonde. Er ging heel veel fout bij justitie. Waardoor ze eigenlijk niet echt goed verder konden. Uiteindelijk hebben ze gewoon wel goede gesprekken gevoerd. Maar snapten ze eigenlijk niet waar de fouten allemaal vandaan kwamen. En hebben ze er wel voor kunnen kiezen om het zo te doen. En was het stalken wel gestopt. Ik heb mijn vlog in elkaar gezet. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik had al wat aan die foto's van het artikel van vrijdag willen doen. Dat is nog steeds niet gelukt. Ik moet daar vanavond echt een begin mee maken. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik was helemaal in de veronderstelling. Het is vandaag de laatste. Dat was niet zo. Ik heb er vanavond nog eentje. En dat is dan wel de laatste. En daarna zie je CSI. En toen ben ik lekker nog even met mijn boek gaan lezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik viel niet direct weer in slaap. Want ik merkte in bed toch nog wel wat meer pijn. Maar vandaag gaat het weer goed. Dus dat is fijn. Ik ga zometeen eventjes de boel doen. Ik neem jullie nog even mee met wat dingen. Dan ga ik daarna een video opnemen. Maar ik heb eerst nog even twee pakketjes. En die ga ik jullie even laten zien. Daarna ga ik lekker muziek aanzetten. En ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Zover ik alles kan doen. Hè, omdat het huis dus nu een beetje vol dozen staat. Wat ik had verteld. Maar ik ga eerst even de pakketjes pakken. Ik heb allereerst hier een pakketje voor de verjaardag van Yara. Yara is vrijdag jarig. Dat wordt zaterdag gevierd. En dan horen cadeautjes bij. Ik had al één cadeautje gekocht. Die ga ik deze vlog ook laten zien. Want ik moet het allemaal nog inpakken. Maar ik wilde er een cadeautje bij hebben. Heb ik ooit een keer een badspeeltje gegeven van Woezel en Pip. Toen was ze ook nog heel klein. Maar ze vindt het dus nog steeds leuk om mee te spelen. Yara had die ook ontdekt. Toen mocht ze hem wel eens lenen van Lente. En die vond hem ook wel heel leuk. En toen zei Nathalie van nou, is misschien ook nog wel een keer leuk om Yara er eentje te geven voor een cadeautje of zo. Dus ik had dat onthouden. Ik dacht, dat vind ik een leuk verjaardagscadeautje. Nou wist ik welke ik Lente had gegeven. Ja, het poppetje, ik weet niet wie, hoe die heet. Of het nou Woezel of Pip is, dat weet ik niet. Maar toen dacht ik, dan is het leuk om Yara die andere te geven. Zei ik het nou goed? Ik wist dus welke ik voor Lente had gekocht. Ik dacht nu net dat ik Yara zei. Maar ik merk dat mijn spraak nog een beetje verwarrend is na gisteren soms. Dus toen ging ik kijken online. En toen zag ik ze staan. Alleen je kon niet het figuurtje aangeven welke je dan wilde bestellen. Dus je kreeg er gewoon eentje. Dus ik maak dat doosje open, want ik kon niet wachten. En toen zat deze erin.
En die wilde ik hebben voor Iara. Ik weet niet wie dit nu dus is. Is het nou Roezel of Pip? Daar zit ik niet in. Ik weet het niet. Maar Lente had dus deze. En toen dacht ik, ja, dan vind ik het leuk als Iara die heeft. Want stel dat ze samen in bad gaan. Ze willen er samen in spelen. Hebben ze allebei een roezeltje of een pipje. En toen zat deze erin. Dus ik maak een doosje open. Het was heel zo, yes, zei ik hier zo. Helemaal blij dat deze erin zat. Want die wilde ik dus heel graag voor haar hebben. Maar ja, die kon ik dus niet uitkiezen. Dus deze is aangekomen. En daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik een pakketje van de Bougie Shop. Want er was weer een nieuwe collectie gelanceerd van Essence. It's Bubblegum Fun. Hij ligt al wel in de winkel. Maar ik kom natuurlijk niet zo vaak in de winkel. 1 keer per week. Dus meestal is het dan ook al wel heel snel uitverkocht. Dus ik dacht, ik wacht tot hij online komt. Hij stond nu online. Ik heb hier allereerst de Liquid Highlighter. Die er heel tof uitziet qua verpakking ook. Deze heeft de naam 01 Bubblegum Tastic. En dat werkt dan op deze manier. Kom maar. Tijgertje. Dan heb ik hier het Overnight Jelly Lip Mask. Vind ik ook altijd heerlijk. En ik denk dat alles dus naar bubblegum ruikt. Zal ik ruiken? Oh. Ja. Dit ruikt echt bubblegum. Net als bubblegum kauwgom. It's Gummylicious heeft deze de naam gekregen. Dan hebben we hier een Bouncy Blush. Heel leuk, met de naam 01 Make My Heart Bubble. Even ruiken of die ook ruikt hoor. Ik ruik hier toch wel graag aan. Nou, deze is geurloos. Mooie blush. Hier komt uiteraard ook nog weer een video van online hoor. Dan heb ik hier een Mattifying Stone Roller. Een mini variant, super leuk. Heeft de naam 01 Double Bubble gekregen. Dus dat is deze. Dan hebben we hier een lipolie. Die kun je dus oprollen met de naam 01 Zel Bubble. Yup. Het is deze. Het zijn wat kleinere producten. En deze super toffe lipgloss. Het is een shiny lipgloss met ook een hele leuke hanger hier zo eraan. Ziet er wel heel erg leuk uit. Een soort sleutelhangertje. Heel leuk. Met de naam... 01 Bubblegum Base. Dat is heel leuk. En welke ik zelf wel heel tof vond. Ze hadden dus ook nog een zakje, een kwastje. Die heb ik niet gekocht. Maar ik vond deze Charm wel heel leuk. Dus die heb ik er wel bij gekocht. Ik denk dat ik hem aan mijn... ga hangen. Aan mijn... iPod. Hij heeft een naam 01 Bubbles gekregen. Dus die vond ik wel leuk. En die kun je dus eigenlijk gewoon zo ook aan je telefoon hangen. Maar net waar je maar wil. Dat is de collectie. Hier komt dus nog een video van online. Maar ik weet nog niet wanneer. Goed, nu ga ik eventjes lekker aan de gang.
Ik ben dus in dat boekje begonnen die ik bij de Action had gekocht, die met zo'n white marker kan doen. Ik heb de white marker van Edding, die had ik gekocht. Die is meer een pen. Dus ik heb hier nu de planning, dus dat is wel lekker. Hier weet ik nog niet wat ik ga doen. En ik heb ook een planning voor de zolder gemaakt. Dus dat is ook wel lekker. Dan kan ik alles wat ik heb gedaan, kan ik afwegen. Dus, of afvinken. Dus dat is wel echt heel erg lekker. Dus dat geeft alweer wat orde in mijn hoofd. Daar ben ik blij mee. Zo, ik ben klaar. Video opgenomen. De woonkamer is schoon. En toen bedacht ik met video opnemen. Shit, die wasmachine draait. Dus die hoor je waarschijnlijk op de achtergrond. Voor mijn gevoel is het niet zo goed gegaan als dat ik zou willen. Misschien dat het met editen reuze meevalt. Maar ik voelde gewoon de stress. En ja, ik wilde gewoon heel graag een zaterdagvideo hebben. Terwijl ik gewoon eigenlijk gewoon zie, deze week de tijd is gewoon eigenlijk niet helemaal lekker. Had ik het dan vrijdag maar gedaan, denk ik. Dan had ik alle tijd. En ja, het zit me nu gewoon even allemaal niet zo heel fantastisch. Dat ik denk van, oh, wat is het allemaal goed gegaan. Ik hoop gewoon dat het allemaal alsnog goed is overgekomen. Misschien dat ik met editen gewoon denk, het is gewoon prima gegaan. Voor mijn gevoel heb ik het niet zo goed gedaan. En ik wil dan gewoon altijd goede prestaties leveren. Ook met een zaterdagvideo. En ik voelde gewoon even de stress. Voor mijn gevoel is het gewoon allemaal niet zo lekker gegaan als dat ik zou willen. Maar goed, ik ga de beelden even nakijken in hoop dat het allemaal gewoon gelukt is. Katten die zijn een beetje vervelend naar elkaar toe. Die hebben net eten gehad. Ik ben er gewoon even klaar mee voor nu. Ik ben het gewoon even zat. Ik ga even hier wat laatste dingen wegzetten. Ik wil eigenlijk vanavond nog even een doekje door de koelkast halen en even een keukenkastje doen. En verder probeer ik het een beetje rustig aan te doen. Want ja, ik merk gewoon, ondanks dat ik gewoon zo positief opstond, voel ik me nu gewoon even niet zo positief. En dat komt alweer terug, want dat is niet erg. Maar voor nu denk ik even van, bah, waarom lopen de dingen even niet zoals ik ze wilde? Maar goed, dat hoort bij het leven. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken en lekker relaxen. De was hier moet ik even verwerken, want die had ik dus gedraaid. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon kijken naar het spelletje en daarna het perfecte plaatje. Ik ga even een spelletje doen, blogpost schrijven en dan ga ik alles gewoon eventjes weer helemaal proberen. Dan ga ik gewoon even proberen die foto's verder te bewerken, maar ik, ja, dan ga ik mijn Netflix serie kijken, zie je zij. En dan ga ik nog eventjes lezen in bed en dan slapen. Maar goed, ik ben nu eerst mijn humor eventjes een beetje laag. Die komt wel weer terug. Ik ga voor nu maar gewoon zeggen tot morgen. Want morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. En vanavond gaat het vast wel weer beter. Maar bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 6 juni. Ik ben klaargemaakt. Mijn coach zou eerst om 2:15 komen. Maar ze appte dat het toch later werd. En eigenlijk wil ik toch wel even gaan stemmen, want het is nu donderdag en nu kan het een keertje. Want normaal zal het op woensdag en dan kan ik eigenlijk nooit. Dus eigenlijk wil ik dat wel eventjes gaan doen. Het is weer fris buiten, het is 17 graden, maar het is ook echt niet warm. Dus ja, de lange mouwen blijven nog even aan. Ik heb gisteren gekeken naar het spelletje en daarna het perfecte plaatje. Was op zich wel weer leuk. Maar ik vind het normaal wel leuker als het in Nederland is. Omdat je soms dan nog eens wat bekende dingen ziet. Dat je denkt van, oh, Nederland heeft ook echt wel een mooie plek. Omdat ik ook niet alles ken. En hiervan weet ik dan niet zo heel veel. Omdat het in het buitenland is. Ja, zie ik ook wel mooie plekken. Maar het zijn plekken waarvan ik al weet, nou, ja, je zult er zelf nooit komen. Want ik ben zelf geen reiziger of zo. Maar dat was op zich wel leuk. Daarna heb ik nog eventjes voor hetzelfde geld aangezet en heb ik even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn blogpost geschreven en heb ik al foto's bewerkt voor het artikel van donderdag of van morgen. Goh, ik raak steeds zo in de war, ik word er niet goed van. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Alvast even wat dingen geregeld voor de video van zaterdag, dus dat ging ook wel lekker. En toen ben ik de laatste aflevering gaan kijken van de Netflix-serie. En ik bleef achter met een einde waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? Het was weer zo'n einde waar ik niks mee kon. Het voelt niet als een afgesloten hoofdstuk. Nou zou er dus nog een vervolg op kunnen komen. Maar ik hou er nooit zo van dit soort eindes. Ik wil gewoon duidelijkheid hebben. En dat is vast iets wat bij mij ligt. Misschien vinden andere mensen het juist wel heel leuk dat je zo'n open einde hebt. Ik hou er gewoon niet van. En daarna heb ik nog even CSI gekeken. Toen heb ik nog even lekker mijn boek gelezen. En toen ben ik gaan slapen. En nu kreeg het boek een spannende wending. Spannen.
de spannende wending. Laat ik het daar maar op houden. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. En eigenlijk wilde ik nog wel even doorlezen. Maar ik dacht, nou, laten we het maar niet doen. Laat ik maar gewoon nu lekker gaan slapen. Maar toen had ik dus weer sop in dat ding zitten. Dus ik word er niet goed van. Dus mijn moeder zei, anders moet je maar gewoon een schoonmaakazijn zetten met water. Want dat is dan beter. En ik had geen zin om mijn bed weer uit te gaan. Dus ik heb hem gewoon heel letterlijk mijn bakje ingedaan. Ik dacht, nou, dan maar eventjes niet. Want moet ik weer mijn bed uit. Daar had ik geen zin in. Nou, ik ga zo wel even stofzuigen voor zover dat allemaal lukt natuurlijk. Dan ga ik gewoon nog even wat dingetjes doen. Even wachten, mijn horloge die was leeg. Even kijken of er het is met opladen, want dat kan ik zien op mijn telefoon. Ik had hem gisteren opgelegd, maar blijkbaar niet goed gegaan. Dus even kijken nog. Oh, hij is al bijna vol. Dat ding is altijd heel snel vol met een uurtje. Dat scheelt altijd wel. En dan ga ik straks dus boodschappen doen en ik ga naar de Action. Dus daar ga ik jullie wel eventjes bij meenemen. En verder wordt het gewoon een beetje rustig aan. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga gewoon eventjes wat dingetjes doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben. En neem ik jullie dus even mee naar de Action. Zo, ik ben terug van de boodschappen. Ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Het is al laat, het is al 6 uur geweest. Dan ga ik daarna ook even douchen en mijn dingen doen. Ik heb allereerst voor straks mijn schnitzel. Want ja, het is gewoon laat geworden. Ik had ook niet echt zin om het te koken. Dan heb ik zo'n proteïne drink geprobeerd. Het leek me wel gewoon eens eventjes leuk om te proberen. Er zit er een eiwit in. Was 89 cent of zo bij de Lidl met chocoladesmaak. Slavinken. Koffiemelk. Deze tandpasta die was nu echt heel goedkoop. Dus ik heb deze meegenomen. De 3D White. Die vond ik altijd heel fijn. Maar die is normaal heel duur. Eventjes maandverband zonder vleugels. Pleisters, die zijn waterafstotend. Ik heb hier zo'n heel klein sneetje, die doet echt onwijs zeer. En alles wat er tegenaan komt, dat doet zeer. En elke keer als mijn handen was, gaan die gewone pleisters los. 2 broccolietjes, 2 kleintjes. Gehakt, een zakje. Frikandellen. En dit sausje. Dan heb ik voor het nieuwe huis voor Nathalie en Frank een cadeaukaart gekocht van Bol. Ik wilde voor de kindjes ook wat hebben, maar ze hadden nog niet bij de Action. Dus ik denk dat ik dat met de verjaardag van Nathalie maar doe. Spekjes. Beschuit. Kattenvoer brokjes. Deze was weer in de aanbieding, dus daar heb ik er weer 2 van meegenomen, de bakken en braden. Toetjes. Boontjes. Een kaartje voor bij de kaart voor de nieuwe woning. Chocomel. Dat. En ik heb appeltjes. En
aardappelschuitjes. Dus dat is het. Ik ga dit nu eventjes opruimen. Dan ga ik eventjes douchen. Dan ga ik ook even wat te eten maken. En dan ga ik vanavond gewoon weer kijken naar Ik weet er alles van. En het jachtseizoen. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik als een malle mijn foto's afbewerken. En ik ga een nieuwe serie uitzoeken. Maar ik denk dat ik Maestro in Blue ga kijken. Ik heb daar het eerste seizoen van gezien. Dat is nu het nieuwe seizoen online. Dus ik denk dat ik die aanzet. En dan ga ik nog even CSI kijken. En dan ga ik lekker naar bed toe om een boek te lezen. En dan ga ik slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes heel gauw mijn dingetjes doen. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 7 juni. Ik ben klaargemaakt en vandaag is lieve Yara jarig. Yara is 1 jaar geworden. Het gaat de tijd snel, want ik weet nog wel dat ik gebeld werd dat ze geboren was. En nu is ze alweer 1. En ze is zo schattig, want ze lacht en ze heeft gewoon zo'n schattig gezichtje ook. Nou ja, morgen is de verjaardag, dan gaan we erheen. Ik heb al even gevraagd of de kaart was aangekomen, want die had ik geschreven en verstuurd. Maar ik weet dus niet of die al is aangekomen. Maar ik krijg vast wel even een berichtje terug. Ik heb het koud. Ik ga even kijken hoeveel graden het is hoor, want ik heb het gewoon wederom weer koud. Maar het is ook niet warm. Het is 17 graden, maar het is ook weer bewolkt. Het waait best wel. Ik heb nu even mijn vinger open. Ik had die pleister erop, maar... Die pleister zit los. Ik heb hem nu open. Maar oh, dat doet zeer, joh. Ik voel gelijk alweer de pijn. Nou, ik probeer hem nu even open te houden. Dan moet ik hem na douchen maar weer even afplakken. Maar wel een beetje lastig, want ik moet natuurlijk straks ook poetsen. Dus ik hoop dat alles dan lukt, want ik ga gewoon zo de slaapkamer doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Ik weet er alles van en daarna het jachtseizoen. Het was wel leuk, alleen ze werden gepakt. Het was niet echt, ze hadden niet echt een tactiek, leek het. Dus het was niet echt heel erg handig. Dus nee, ze werden gepakt. En het was heel erg handig, want ze moesten hun tanden poetsen met filet americain. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. En toen heb ik... mijn foto's verder bewerkt. Alles is nu verder wel klaar. Ik moet nog even wel 2 nieuwe maken. Die waren niet goed gelukt. Dat moet nog wel even gebeuren. En toen ben ik met Maestro in Blue begonnen. En ik heb daar dus het eerste seizoen wel van gezien. En er was helaas geen recap, zeg maar, van het seizoen. Dus ik had graag even een voorstukje gezien hoe het ook alweer allemaal zat. Want het is een tijdje geleden dat ik die serie heb gezien. En ik had hem letterlijk niet meer helder wat er nou ook weer gebeurd was. En hoe het allemaal zat. Uiteindelijk als je dan kijkt dan weet je het wel weer. Maar het was wel fijn geweest als er even een voorstukje was geweest. Daarna heb ik CSI gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En nou, was verder allemaal wel prima. Ik ga zometeen wel eventjes ook alvast kleding pakken voor morgen. Want morgen komen ze al op tijd. Omdat we die kast in elkaar gaan zetten. Dus dan ligt alles gewoon klaar. En dan ga ik gewoon even de slaapkamer doen. Dus ik ga jullie meenemen. Ik had beloofd even de stream aan te zetten. Dus dat zal ik eventjes doen. Ze vroeg ook, ja, je mag wel meedoen als je tijd en zin hebt. Ik zeg, nou, dat gaat het niet worden. Want ik moet echt eventjes poetsen nu. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik neem jullie gewoon mee. Thank you.
Nou, vandaag ging het iets minder lekker als normaal. Ik heb het allemaal wel klaargekregen nu, maar ja, ik voelde me op een gegeven moment een beetje schuldig. Ik zag dat mijn moeder een paar keer had gebeld, dus ik dacht, oh, snel terugbellen. Want ik had mijn geluid blijkbaar zacht staan, dus ik had het niet gehoord. Het was namelijk zo, de meisjes zouden nog iets krijgen voor hun nieuwe kamer in het nieuwe huis. Alleen wat ik op het oog had, dat was er ineens niet meer. Dus ik wist zo snel even niks anders te bedenken. Dus ik had zoiets, dan komt het met Nathalie haar verjaardag wel. Toen zei mijn moeder van ja, ik kan nog wel eventjes kijken. Ik zeg nou, als je het redt, want die was ook al stressvol met al die avondvierdaags en zo. Dus ik zeg nou, kijk maar. Maar toen belden ze dus om te zeggen dat zij het, dat het daar ook niet meer was. Ik zeg nou, dan komt er wel iets anders. Maar ik voelde me een beetje schuldig dat ze me een paar keer had gebeld en ik het niet had gehoord. Maar goed, toen heb ik gelijk teruggebeld. Ik denk ja, zometeen misschien is ze straks bijvoorbeeld dat ze misschien bezorgd raakt omdat ik niet opneem. Maar ik was gewoon aan het schoonmaken, dus ik had gewoon niks in de gaten. Maar het ging gewoon even allemaal niet zo lekker. Ik heb wel alles verder klaar. Ik moet alleen nog alle cadeautjes en zo inpakken, maar dat komt wel goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Ik wil eigenlijk vanavond nog een stukje van de keukenvloer schoonmaken, omdat morgen de kast terug erin komt. Maar eerst maar even relaxen, even wat drinken, strakjes lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon, ik weet er alles van, kijken. Dat vind ik wel leuk, dat komt wel vrijdag. Dan ga ik alles even regelen met de cadeautjes en zo. En ook eventjes nog Slechts Chauffeur van Nederland kijken. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik als een malle mijn blogpost schrijven en mijn video in elkaar zetten. Dus ik hoop dat ik het allemaal red nog. En dan ga ik Maestro in Blue kijken. En die serie op Videoland, hoe heet die nou ook alweer? Scott en Bailey volgens mij. En dan ga ik nog even mijn boek lezen en dan ga ik slapen. Ik wil eigenlijk ook nog even een lakje op mijn nagels doen. Dus dat wordt verder mijn planning voor vanavond. Nu ga ik eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Hele goede dag op deze zaterdag. Het is vandaag 8 juni. Ik ga mezelf even klaarmaken, want mijn vader is er ook alweer niet over al te lange tijd met zijn vriendin en haar dochter. Mijn moeder zou eerst ook meekomen. Maar Nathalie die was daar vanwege de avondvierdaagse. En omdat ze weinig spullen hadden, kon mijn moeder wel mee. Dus toen hebben ze besloten dat die alvast met hen meegaat, zodat ze nog even kan helpen. Dan gaan we dus de nieuwe kast in elkaar zetten. En daarna moeten we door naar de verjaardag van Yara. Ik heb gisteravond even de cadeautjes ingepakt. Dat ga ik jullie zo meteen ook nog eventjes laten zien, die beelden. Want ik weet niet in hoeverre ik vanmiddag wat kan filmen. Ik neem de camera wel mee. Maar ja. Yara was liever niet in beeld. Ook niet zonder gezichtje. Dus ja. Dat weet ik niet. Ik heb wel een cadeautje voor Lente. Dus die zou ik op zich misschien wel eventjes kunnen filmen als het uitpakt. En ik heb sowieso ook nog wat natuurlijk voor Nathalie Frank en de kindjes voor het huis. Ik baalde wel van dat het niet gelukt is voor het cadeautje voor de kindjes. Maar ja, mijn moeder was ook nog wezen kijken. En die kon het ook al niet meer vinden bij haar bij de Action. Dus ik moet dan maar even wat anders bedenken. En ik weet het gewoon nog eventjes niet. Maar goed, Nathalie is ook alweer bijna jarig. Dus dan komt het met haar verjaardag wel. Dat is ook nog maar 2 weken. Dus ja, dan doen we het maar zo. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van. Was wel leuk. En daarna dus heb ik de cadeautjes ingepakt en heb ik de slechte chauffeur aangezet. Dus ook een spelletje gedaan. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel. Toen heb ik de video in elkaar gezet. Dat is allemaal wel gelukt, maar het kost allemaal wel wat meer tijd. Waardoor ik inderdaad de blogpost net niet af kreeg. Ik dacht, nou, laat maar zijn zoals het is. Want de serie die ik nu kijk, die afleveringen, die duren gewoon echt meer dan een uur soms. Dus ik dacht, nou, weet je, dan maak ik hem vanavond wel af. Is ook niet het allerergste. Ik vind het natuurlijk altijd wel vervelend. Maar ja, goed, soms moet je gewoon even keuzes maken. En daarna heb ik nog even Scott en Bailey gekeken. Dat was echt super spannend. En toen ben ik nog eventjes in bed lekker gaan lezen. Boek krijg ook in deze hele andere wending, dat was ook wel grappig. En nou, toen ben ik gaan slapen. En eigenlijk ging de wekker alweer
veel te snel, maar dat heb ik altijd. Welke tijdstip dan ook. Want ik ga, ja, op een of andere manier ben ik gewoon best wel lang slapen. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik ga mezelf dus even verder klaarmaken. Ik zal zo nog even mijn outfit laten zien. Ik had even ik heb even het kleed uit de woonkamer gehaald. Ik denk dat is makkelijker met in elkaar zitten van die kast. Dus dat heb ik gedaan. Het is nu heel kaal in huis. Ik kan daaronder nog even stofzuigen zo, voordat ze er zijn. Het is overal te grit. Nou ja, dat hoort erbij als je dieren hebt. Dus ik probeer jullie vanmiddag in ieder geval nog even mee te nemen. En uiteraard zien jullie later vandaag ook het resultaat, hoe de kast er dan uitziet als die hopelijk wel gelukt is. Maar dat is natuurlijk nog even de uitdaging. Maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed komt. Dus ik ga hem even verder klaarmaken en ik laat zo nog even mijn outfit zien. Even het outfitje of te delen. Er zit hier een hele vieze vlieg op de spiegel. Even kijken of die zo wegkrijg. Dit jurkje van de Zeeman heb ik vandaag aan. En, gewoon met zo'n vlieslekking onder. Dus dat is de outfit. Nu ga ik even snel verder. Zoals je kan zien is het kleed er hier uit. Dus ja, dat eigenlijk. Dus die is nu is even een beetje kaal. Ik laat even de cadeautjes in die ingepakt moeten worden. Ik heb hier allereerst voor jaren een zoef dier. En dat doet dus dit. Heel grappig. Ik zoek en ren graag in het rond. Ik ben Hidde. Ik ben een hond. En het schrok dus, toen ik hem ging kopen, ging hij in de winkel al zo af. Deze dan ook voor Yara, het badspeeltje. Deze voor Natalie en Frank. En deze heb ik voor Lente gekocht, een stempelset met unicorns. Dus dat moet ik allemaal even inpakken. Ik heb deze superleuke kaart voor Yara gekocht voor haar eerste verjaardag. Dus die ga ik gelijk ook even schrijven, dan kan die op tijd op de post. Ik vond hem wel leuk en ik heb toch gekozen voor een eentje. Misschien dat ze die al wel meer krijgen, maar maakt niet uit. Deze komt bij de mascara vandaan en die is toch niet meer overal. Dus ik dacht, nou, dan kan ik deze wel kopen. Cadeautjes staan klaar, dus die kunnen mooi mee. Dus dat is fijn. Alles past mooi in zo'n klein tasje, dus dat is wel ideaal zo. Dankjewel. Het is niet geworden. Hé, dat is niet aardig. Het cadeautje wat ik eigenlijk had gezegd, daar kwam ik niet uit. Nee, dat is niet aardig. Lief, dankjewel. Alsjeblieft. Maar Lente is helemaal niet jarig. Ja, het aan. Nee, het aan niet. Waarom krijg je dan cadeautje? Hey. Omdat je lief bent, hè? Oh, dat is een gastval voor je. Ja, nee, je bent lief. Ja, hè? Gewoon een dochterjurk. Ja, leuk, hè? Sorry, heb je dat ooit ook gehad?
Waarschijnlijk niet. Althans, ze heeft een beetje top plakband gedaan, maar dat geeft niet, hè, bij jou. Ja, maar, dat kunnen wij nog gaan doen. Maar ik denk niet dat we het doen. Nee, 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 dat kunnen we wel doen. Ja. Dit is kerstpapier, Lente. Nee. Het is wel zo'n ander beestje. Dat is een heel mooi beestje. Ben ik 3 maanden. Nou, gaan we doen. Zo, ik ben weer thuis. De kast staat. Het is gewoon gelukt. Ja, ik heb mijn hand even opengehaald met bouwen. Maar dat komt wel weer goed. Het was een beetje aan het bloeden. Ik denk, laat ik het toch maar even afplakken. Want smeer ik het overal in. En ik had natuurlijk ook mijn nieuwe jurk aan. Ik zie een vlieg. Die ga ik eerst even pakken. Want die is heel vervelend. Oké, dat mislukte. Maar goed, was eigenlijk. Ja, het ging eigenlijk met z'n tweeën. Ging het heel vlug. En ik wist natuurlijk al wel een beetje hoe die moest. Dus dat was top. Ik ben nu een beetje gaar. Heel gezellige verjaardag gehad. Nou, ik had natuurlijk al gezegd, ik zal Yara, ging ik niet filmen. Maar ik heb wel even lekker met haar op schoot gezeten. Ze heeft even lekker bij me gezeten. En door haar haartjes voelen en zo. Dat was echt super leuk. En de handjes vasthouden. En ja, de cadeautjes die vielen ook goed in de smaak. Ze snapt het natuurlijk nog niet super goed. Ja, ze is 1, weet je. Dat kun je niet zo heel erg goed snappen nog. Maar weet je, er overkwam er zoveel. Ze kreeg zoveel cadeautjes. En zoveel, ja, ook wel veel mensen. Ik weet niet, het komt bij haar vast ook binnen. Maar daar gaat ze later gewoon allemaal mee spelen. Maar het is gewoon een heel blij vrolijk kindje. Is echt heel erg leuk. Ik heb heel veel met Lente ook gedaan. Die ging maar spontaan helemaal knuffelen. En ze vond alles aan me mooi. En mijn jurk. En mijn schoenen vond ze zo mooi. En mijn oorbellen. Is ook echt super schattig. En nog even met de buiten ook wat bellen geblazen. En ja, met een ballon gespeeld. Was gewoon heel leuk. Ze zat steeds bij me. Ze vond het cadeautje echt super leuk wat ik had gegeven. Dus ja, het was allemaal wel heel geslaagd. Ik zal jullie eventjes de kast laten zien. Kom maar, Mickey. Ik heb nog niet de ding terug. Kijk, nu is die wel goed. Nu sluit hij goed aan. Het is allemaal perfect nu. Dus dat is echt super fijn. Dus wat gooi ik om? Oh, ja. Ja, dat is toch wel het teken dat je ja, dat het gewoon beter is met z'n tweeën. Ik ga nog even de bakken scheppen. Dan ga ik even in de relaxmodus. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je wat een jaar met oranje editie. Voor de voetbal, denk ik. Dus dat ga ik even kijken. Ik ga nog even lekker Dreamlight. Het is niet Dreamlight Valley doen, want ik was bezig met Quest. Dan ga ik de vlog in elkaar zetten. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. Nog even zussen. En dan ga ik lekker naar bed. Nog even lekker mijn boek lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder eigenlijk niks meer doen. Eventjes gewoon even in de relax-modus even bijkomen. Want ja, ik heb ook wel wat prikkels gehad. En dat is prima. Dat is niks mis mee. Maar dan merk ik ook wel dat ik een beetje moe ben. Maar dat komt helemaal goed. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Nog wat van mijn moeder gekregen. 2 lekkere grote pakken kuppensoepkip. Want die vind ik altijd heel lekker. Dus die had ze lekker voor mij gekocht. 2 keer dit deze. En lekker wasparfum. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze ruikt. Exotic. En dat ga ik dan doen in mijn handdoeken. Lijkt me dat heel lekker. Dus ja, super lief dat ik dat nog heb gekregen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 9 juni. Tijger is er ook. Tijger is een beetje onrustig. Ik heb net de roosjes opengezet. En dat vindt ze wel heel lekker, hè. Want dan voel je al die frisse lucht van buiten. En dat vind je lekker, hè? Ze vindt ook altijd lekker als het raam open staat, gaat ze ervoor staan. Dus die heb ik net even opengezet. Je merkt wel gelijk, je voelt gelijk inderdaad de koele lucht die naar binnen komt. Dus op zich is het ook prima. Maar het is niet super warm. Het schijnt morgen ook echt zo'n herfstachtige dag te worden met veel regen. Het zal vandaag zonnig zijn. Nou, hier is weer geen zon te zien. Muis heb ik nog niet gezien. Ik heb gisteren nog eventjes lekker op de bank gerelaxed met de katjes. Toen ben ik lekker gaan douchen en heb ik lekker gegeten. Ik heb gekeken naar, oh wat een jaar, de Oranje-uitzending was het. Was op zich wel leuk, maar ik merk dan ook dat ik niet heel veel weet. Sommige dingen wel, maar het is niet overdreven veel. Toen heb ik daarna even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Daar kwam ik wel lekker verder mee, dus dat was ook fijn. Dan heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. De blogpost is afgemaakt.
Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Wel super, super spannend steeds. En daarna zussen. Daar heb ik nog één aflevering van. Dus dat was ook wel spannend. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb nog even lekker een boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Want ik was ook wel moe. En ja, dus eigenlijk was het een prima avond zo. Ik ben zo eventjes druk. De kast die moet natuurlijk weer terug ingeruimd worden. Ik wil het vloerkleed terugleggen, maar daaronder wil ik even goed stofzuigen. En het dweilen moet sowieso even goed stofgezogen worden. Ik wil het vloerkleed gelijk ook even proberen schoon te maken. Dus ja, ik heb echt wel even wat klusjes die gedaan moeten worden, maar dat is niet erg. Dus ik ga zometeen gewoon even lekker aan de gang. Ik ga straks wel gewoon foto's maken. Dus die laat ik straks nog even de fotospullen van zien. Maar nu eerst maar eventjes zometeen zorgen dat alles hier weer een beetje aan kant wordt. Ik heb al één doos leeggemaakt. Dat zaten mijn borden en zo in. Die heb ik alvast weer op zijn plek gezet. Want ik dacht, dan ben ik die alvast kwijt. En die stond nu gisteren natuurlijk in de woonkamer. Dat vond ik een beetje spannend, omdat de katten nogal op de dozen gingen zitten. Ik dacht, ja, als ze op die doos gaan zitten, ze zakken er doorheen. Dan is wel al mijn servies en zo kapot. En dat wil je natuurlijk niet. Dus dat gaan we zometeen maar even lekker doen. Maar ik ben zo blij dat die kast nu gewoon goed is. Dus dat is heel fijn. Dus nou ja, goed. Ik ga dat gewoon eventjes nu lekker aan de gang. En dan laat ik straks gewoon even de fotospullen zien. Ik moet ook nog even de groenten doen. Dus genoeg klusjes om te doen. Zo, ik heb eventjes fotospullen gepakt. Ik heb hier de Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation van Kruidvat. Dan heb ik hier van de Mini en Mickey collectie die twee balmy klusjes. Die ik ga fotograferen. Ook wel heel erg leuk. En ik heb twee mascara's. En dit zijn de Pure Elf Volume Magic Brown en Beyond Black mascara. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Zo, het kleed is weer terug. Ik heb hem helemaal schoongemaakt met groene zeep. Dus ja, nu is die weer helemaal lekker fris. Dus die ligt er weer. Ook wel weer fijn, want ik vond het ook wel kaal. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Zo, dit was een hele productieve middag. Ik heb de groenten afgehaald. Ik heb mijn gehaktballen gedraaid. Want dat was ik vergeten dat die ook gedraaid moesten worden. Ik heb twee dozen leeggehaald. Die zitten alweer in de kast. Ik ga dan straks daar nog even verder mee. Want die andere drie ben ik niet meer aan toegekomen. Alles goed stofgezogen. Lekker gedweld. De stofzuiger weer op zijn plek. Dus het wordt weer een beetje huis zo. Het wordt allemaal net weer even wat, ja, wat beter zo. Dus vanavond heb ik de doosje weg. En dan is alles weer gewoon ingericht. En dan ben ik ook wel weer heel blij hoor. Maar ja, wat ik eerst ook al zei. Ik ben gewoon heel blij dat die kast nu gewoon helemaal goed is. Nu ben ik ook wel een beetje moe. Dus nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik heb het raam nog even open gehad. Die is inmiddels wel dichtgewijd. Want er staat een best wel behoorlijke wind. Maar verder eigenlijk gewoon ja, echt heel productief geweest. Dozen weer omhoog gebracht. En ja, ik wist niet of het allemaal zou lukken. Maar hoe ver ik ben gekomen, ben ik best wel trots op. En ook gewoon heel blij met dat schone vloerkleed. Ruikt ook gelijk heel lekker groene zeep. Dat schijnt ook een beetje huisdiergeurtjes te maskeren. Ik weet niet of het helemaal waar is. Maar natuurlijk krijg je die zo er wel weer in. Want dat hoort er gewoon bij. En dat is niet erg. Maar dan heb ik ze nu in ieder geval weer lekker schoon. Ik kon hem alleen nu niet meer daarna goed afstofzagen. Want er komt altijd best wel veel haar uit. Maar dat kan ik dan gewoon morgen weer doen. Want dan is die compleet droog. Katjes hebben net lekker gegeten. En nu is het voor mij tijd om te gaan relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En even die dozen verder leegmaken. Vanavond kijk ik de Code van Koppes en daarnaast Alberto Stegeman. Ik ga nog even verder met Disney Dreamlight Valley. Nagellak eraf, nieuwe nagellak erop. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en dan ga ik verder met CSI. En dan ga ik naar bed mijn boek lezen en dan vind ik het mooi geweest. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen, want ik mag nu wel even de relaxmodus, vind ik. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 10 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb heel erg last van dat ik moet hoesten. Dus mijn keel die voelt niet heel prettig uit. Ik ben heel erg bezig met hoesten. Maar dan komt uiteindelijk komt het ook wel weer goed. Maar het is niet fantastisch natuurlijk. Maar ja, het is even wat het is. En ik ben helemaal blij. Vanaf vandaag zijn er dus ook hamstersokken te koop bij de Albert Heijn. En die vond ik natuurlijk super leuk. Maar ik kwam nu niet meer bij de Albert Heijn. Het is voor het EK. Dus ik had vrijdag al gevraagd aan mijn moeder of ze wilde gaan kijken. Ik had even een foto meegestuurd, want er waren dus al mensen die hadden ze al gekocht.
En toen dacht mijn moeder eerst wat ik zo had, omdat ik dus die foto had meegestuurd. Toen zei ik van nee, deze is gewoon eventjes een voorbeeldplaatje. Toen zei ik maar misschien wel Nathan, die zei ook, dus wil jij dan gaan kijken? Ja hoor, zegt ze, dat is goed. En Nathan zei ook, ja, dat is echt super grappig. Dus die wilde ze ook heel graag. Dus mijn moeder zou gaan kijken. Ze zei niet super duur, €3. Vind ik voor een hamsterproduct niet duur. Maar ja, dat is gewoon net hoe je erover denkt, denk ik. En ik had voor de zekerheid al even de Albert Heijn gebeld. Vrijdag was ze toevallig al hadden, omdat sommige winkels ze al hadden, maar die hadden ze nog niet. En dus is mijn moeder net geweest en die heeft ze gevonden. Echt super fijn. Ik zie een vlieg op het plafond. Die ga ik eerst even slaan, want die is echt heel erg irritant. Ik ben zo terug. Gelukt. Ja, dat zijn van die vliegen die zoomen. Dus die gaan de hele tijd rond je hoofd zoomen. Vind ik zo vervelend. Maar goed, de hamstersokken zijn dus gelukt. En mijn moeder vond ze zelf zo leuk dat ze zelf ook een paar ging kopen. Dus dat was wel super leuk. Dus helemaal blij. En dan krijg ik ze met Nathalie de verjaardag wel. Ik heb gisteravond gekeken naar de code van Koppens. Was wel heel weer leuk hoor. En daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken, was de laatste aflevering, maar dat had ik verwacht omdat nu al het WK drukte natuurlijk begint, dus dan gaan ze niet zo heel veel meer uitzenden. Was weer een beetje verbijsterend. Het was een jongen, die had hij al eerder geconfronteerd. Die lichtte dus op, die zette dingen op marktplaats die hij dus zelf helemaal niet in bezit had. Maar dan zei hij ook bijvoorbeeld, als mensen bijvoorbeeld wat op Marketplace aanvroegen van Facebook, dan zei hij, ik heb dat artikel, die mensen maakten geld over. Ze kregen natuurlijk dat artikel nooit. Nou, zo ging dat echt continu. De bedragen varieerden ook heel erg van een €600 tot een €120 of €70. Ja, sommige mensen dachten, het is niet een super hoog bedrag, maar ik wilde er toch wel melding van maken. Dus hij ging weer die jongen confronteren. Want hij had gezegd, nadat hij die uitzending had, die Alberto nog gebeld na de eerste uitzending. Je hebt echt mijn ogen geopend en ik had dit nodig. Ja, het hielp dus niet, want hij ging gewoon weer door. Nou, geconfronteerd. Uiteindelijk liep hij ook gewoon weg. Hij gaf wel alles toe wat hij deed, maar toen ging hij weer wegrennen. Toen heeft hij weer een mailtje gestuurd naar Alberto van, ik wil er ook mee ophouden en ik ben er nu ook mee gestopt. En ik ben mensen bezig met terugbetalen. Nou ja, die mensen kregen dan bijvoorbeeld een €200 van de 600 en dan stopte het weer. Maar inmiddels waren er ook alweer nieuwe slachtoffers na die confrontatie die zich hadden aangemeld. Van, ik ben ook opgelicht door deze persoon. Dus toen heeft Alberto nog weer telefonisch gesproken en dat ontkende die ook allemaal. Dus het is echt een beetje, ja, het lijkt een beetje een dood paard waar je aan het trekken bent. Want hij gaat gewoon door. Hij heeft zelfs in de gevangenis gezeten, enkelband gehad, maar het helpt niet. Dus ja, het was gewoon de bedoeling om mensen maar weer te waarschuwen voor deze persoon. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn deze kleur. Het is roze. Het is al een heel oud lakje. Het is van Ayariba. Het is eigenlijk een chalky mat lakje. Het is dus deze. Hij heeft de naam 01 Hola Guapa. Maar ik vond dat matte effect niet heel fantastisch. Want ik merkte dat het ook heel snel afslijt. Dus ik heb er zelf nog eventjes deze gel, Maxi Stay Gel topcoat overheen gedaan van Catrice. Ik dacht, dan heb ik toch meer wat glans. Want ik weet gewoon dat het anders niet heel fantastisch aan gaat voelen. Want het voelt ook een beetje gek aan. Je hebt alleen nu eventjes niet dus het chalky matte effect. Maar daar heb ik zelf voor gekozen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Is ook wel weer spannend. Ik geloof ook nog maar 2 afleveringen dat ik er dan nog wel weer doorheen ben. Dus gaat snel. En daarna zie je zij. En dat was echt super spannend. En die gaat dus weer verder. Dat was een aflevering die verder gaat. Dus nou, dat allemaal. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, mijn boek gaan lezen. En toen ben ik als een blok in slaap gevallen, want ik was moe. Ik ga nu een was aanzetten. Ga ik de kliko buiten zetten voor het vuilnis die opgehaald wordt morgen. De kattenbakken doen de douche en ik moet nog een was opvouwen, dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus dat is voor nu eventjes de planning wat ik ga doen. En ja, ik ga muziek aanzetten en dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Zo, de dozen zijn lekker het huis uit.
Alle dozen zijn nu weg. En ik heb de kasten dus helemaal klaar nu. Ik ga het nog even laten zien. Ik heb hem eigenlijk gewoon ingericht zoals die was. Maar nu zet alles er weer netjes in. En gewoon het feit dat alles nu gewoon zo heerlijk goed is. En dat het mooi aansluit, maakt me heel blij. Ik heb ook de nieuwe borden erin gezet. Dus nu heb ik een hele stapel met deze borden. Maar echt super fijn dat alles nu weer zo lekker ingericht is. Dus ik word er helemaal blij van. Dat hij weer helemaal ingericht is. En dat het huis weer een beetje op orde is. Dat maakt me ook heel blij. Helemaal gelukkig mee. Alles is weer lekker klaar. De douche is weer schoon. De kattenbakken zijn schoon. De gang is schoon. Ik heb even het drinken verplaatst van de katten. Ik had het eigenlijk altijd staan naast het eten. Maar dat schijnt niet goed te zijn. Dus ik heb het nu hier neergezet. En hoop dat ze wat meer gaan drinken. Dus ik hoop dat dat werkt. Dus ja, eigenlijk ging alles verder wel lekker vlot. Wasje is opgevouwen. Er staat nu een was te draaien. Die hoor je misschien wel centrifugeren. Dus de wasmand weer ietsjes leger. En ik had straks het raam en de deur openstaan. Die heb ik nu net dicht gedaan. Want mijn hele vensterbank is nat geregend. Want dat ging best wel hard tekeer. Op een gegeven moment ik denk nou nu moet het maar dicht. Maar die roosters staan toch open. Die heb ik nu ook in de slaapkamer opengezet. Dus ik vind dat ik weer druk genoeg ben geweest. Ik zie daar iets wat nat is wat mij niet bevalt op tafel. Dan moet ik ze even droog maken. Ik had wel even een jasje aangedaan naar buiten, maar zo. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Straks die was verwerken en koken, lekker douchen. Vanavond kijk ik, weet er alles van. Ik ga even iets terugkijken. Van meester Frank Visser zijn nu herhalingen, die kende ik al. Dus ik ga wel even wat terugkijken. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Ga ik mijn blogpost schrijven, misschien nog even wat doen aan het persbericht. En dan ga ik lekker de Netflix-serie kijken, de David CSI. Ik hoop dat het nu ook verder gaat natuurlijk. En daarna nog even lekker bij mijn boek lezen. Misschien krijg ik hem wel uit. Ik ben wel benieuwd. Ga ik in ieder geval weer proberen. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Want ik ga nu eventjes lekker in de relax-modus even wat drinken. Die keel even rust geven. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 11 juni. Ik ben klaargemaakt en ik heb het erg koud, moet ik zeggen. Het is ook maar 15 graden en het is een beetje, nu een beetje zonnig, maar het regent ook af en toe. Ik moet niezen. Zo. Tagetje die neemt het ervan. Die ligt lekker hier een beetje in het zonnetje, maar ik vind het echt super koud. Ik moet wel zeggen, het is ook kouder sinds ik die roosters heb opengezet. Ja, het is ook alweer een beetje gezond. Om een beetje frisse lucht in huis te krijgen. Maar het bevalt me nog niet super goed. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van. En daarna heb ik een meester Frank Visser gekeken die ik nog had opgenomen. Want degene die op televisie was, dat was een herhaling. Die kende ik al. Dus ik dacht, nou dat kijk ik dan niet meer. Toen heb ik dat even gekeken. Lekker spelletje gedaan. Toen ben ik mijn...
blogpost gaan schrijven. Even wat foto's afgemaakt voor de persbericht die nog online moet komen. En daarna ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Nog één aflevering te gaan. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het eindigt nu. Dat was wel spannend. En toen ben ik nog even CSI gaan kijken. Is helaas weer een vervolg. Dus vanavond heb ik daar de laatste aflevering van. En dan weet ik eindelijk hoe het zal eindigen. Want het was dus wederom weer een vervolg van... van de aflevering van gisteren. Toen werd ik lekker naar bed gegaan, mijn boek uitgelezen. En ik heb ook een nieuw boek gestart. Maar ik heb dus nu echt een superhandige app. En ik zal hem er eventjes bij pakken. Ik heb Bookory heet hij, geloof ik. Hoe heet hij nou? Nee, Bookmory. Het is een gratis app en daar kun je dus in bijhouden welk boek je aan het lezen bent. Dus ook op hoeveel procent je zit. En dan heb je hier ook een boekkalender en die laat dus van juni zien hoeveel boeken je hebt gelezen. Ik heb nu in juni 2 boeken gelezen. En dan geeft hij ook aan wanneer je het boek hebt uitgelezen, omdat je dus dat aangeeft. Dus dat is wel echt super leuk. Dus een super handige app mocht je het leuk vinden om bij te houden. Ik ga nu eventjes de vaatwasser aanzetten en even stofzuigen. Daarna ga ik even video's opnemen en dan nog even diamond painten. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning, niet heel erg bijzonder, maar gewoon even lekker. Mickey zit nu in mijn trui vast. Dus dat ga ik jullie eventjes bij meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Die donkere lucht. Ik denk nog niet dat we van het weer verlost zijn. Maar ik vind het ook wel gezellig. Maar ik denk dat er wel een buitje uitkomt. Zo, ik ben klaar. Ik heb 2 video's opgenomen. De boekreview video en een video voor zaterdag. Want ik dacht, ja, wanneer moet ik anders de boeken doen? Want ik wil vrijdag eigenlijk even lekker wat gaan klussen. En neem toch altijd weer wat tijd in beslag. Wat ik er zeker voor over heb, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik dacht, als ik het nu 2 in 1 kan doen, is dat prima. Dus dat is allemaal gelukt. De vaatwasser die is aan het draaien. Ik heb het alleen nog maar meer koude gekregen. Ik heb jullie net even die donkere lucht gezien. Die laten zien die er staat. Dus ik denk echt wel dat er nog een buitje uitkomt. Katten hebben net lekker gegeten. Dus nu is het voor mij wachten tot het vaatwasser straks lekker klaar is. En dan kan ik, nadat ik heb gekookt, alles er weer in doen. Want ik had nu nog wat mokjes staan. Die paste er dus niet meer bij. Want hij zat gewoon vol. Ja, je kunt niet proppen. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik bedenk me nu dat ik nog eventjes naar boven moet om een pyjama te pakken. Want die heb ik nog niet gepakt. Of er moet eentje droog zijn die hier hangt. Dat zou helemaal mooi zijn. Dan moet ik even kijken. En dan ga ik vanavond lekker weer kijken naar... ik weet er alles van. En Zemo confronteert als dat nog komt. Ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken met editen. Foto's bewerken. Lekker mijn Netflix-serie uitkijken. Want ik ben heel benieuwd hoe dat nu verder gaat. En dan ga ik daarna nog even lekker CSI kijken. Want ik ben natuurlijk ook benieuwd naar het einde. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dan ga ik lekker... slapen. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Drop het rondje met mijn gezicht en druk of op mijn kanaal zelf.
Daarna staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een mail. Zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!